Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Max en hey, ho, het is lang geleden. Yo, what the fuck was je? Ik was hier al die tijd, maar ik was in slaap gevallen. Maar ik ben weer wakker. En we gaan vandaag iets anders doen. Ik heb gewoon geen zin meer om die shit Fortnite te spelen. Dus we gaan lekker een nieuwe start doen aan mijn channel. En we gaan lekker gameplay spelen. Gewoon alleen maar leuke gameplay. Alleen maar leuke games. Jullie mogen zeggen, Max speelt die game. En dan ga ik dus de game helemaal uitspreken. Gewoon elke game die ik ga spelen. Ga ik uitspelen. Vandaag speel ik Assassin's Creed Odyssey. En het is echt... holy shit, het is echt fucking dope, gast. Ik heb echt zin om dit spel te spelen. Like, legit. Ik heb echt... Ik vond Assassin's Creed altijd al dope. Ik heb vooral Black Flag en 2 en 3 en 4 en 100 en 99. Nee, ik heb gewoon heel veel Assassin's Creed gespeeld vroeger. Alleen, ik vond de laatste paar nooit zo goed. Maar deze zag gewoon echt super gaaf uit. Dus, jongens, welkom bij Assassin's Creed Odyssey. We gaan vandaag Odyssey spelen. Heb je er zin in? Doe een duimpje omhoog. Heb je er geen zin in? Doe je duimpje naar beneden, I don't care. En dan gaan we lekker de video kijken. Veel plezier. Ik ga wel veel praten. Maar ik ga niet heel veel... kloten, weet je. Het is gewoon lekker de game spelen. Lekker meegenieten van het spel. Ik ga kijken of ik op Nederlands kan zetten. Of jullie mijn Nederlands ziet. En ik zo niet. Dan staat die Engels. Veel plezier. Enjoy. En ja, I don't know. Als je voorhand had gezien. Van fuck you. Fuck. Alsjeblieft. Just kidding. Veel plezier met kijken. En enjoy. Bye bye. Dat is hetzelfde. Bye bye. Oké, jongens, welkom in game. We zijn er. Ik heb het nieuw spel gedrukt. Ik heb hem in het Nederlands gekregen, dus jullie kunnen lekker meegenieten terwijl jullie alles weten wat er gezegd wordt. Een troep, een trash. En we gaan lekker stil zijn, want er is een eerste cutscene. En ik ben heel benieuwd hoe het spel is. Oh. We are ready, my king. Tell me, Vinicius. Have you ever gone fishing with your son? Dit is zo clean. Ik hou van dit. No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. This is so clean, jongens. I would have liked to have gone fishing with my son. Same. Same, bro. I feel you. Oh. Let us meet our fate, shall we? Gast. Weet je hoe clean it is? Ik vind het zo dope, jongen. Ik heb de film 300 gezien. 300. En oh, dat ging ook over dit. En dat is zo dope, joh. Hetzelfde als dit, we gaan dit Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Oh jee. Every drop of blood, sweat and tear, all of it has led to where you stand right now. Dope. Fucking gaaf, joh. Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood! Die ogen, die pijlen er ook echt helemaal uit gewoon, hè. Hier. For our sons! Nog een keer. Hell yeah! For our daughters! Hell yeah! For Sparta! Fuck, god. Zeg maar dat er ook nu gewoon een army is. Ja, kijk, daar komt hij. Nice! Oh, dit vind ik echt heel dope. Stab him! Stab! Nice, gast. Dit is zo clean. Fight! Fight. Jongens, ik ben blij dat ik het in het Nederlands heb gegeven. Kunnen jullie ook lekker meegenieten? Oh, Jotun. Nou, daar gaan we. Show me what you got. Damn, boy. Weet je hoe ziek... Ik hoop een beetje dat de gameplay ook zo is. Ik ben zelf echt een massive RPG-fan. Gewoon elke RPG vind ik ook. Vooral Medieval, of course. Vooral Medieval is sowieso het best. Nut. Step. Oh. Lekker! Nou, let me fight. Show me how the controls work. Show me this, okay. Okay. Alright. That's fine. Oh! Okay. Ah, kun je blokken? Oh ja, clean. Oh, big boy! Ga voor de big boy. Kom dan. Fuck you. Fuck you, bitch. You're worth nothing. Block, bitch. Fuck you. Bitch. Die. Oké. We gaan gewoon de big boy zijn. Oh, kijk. Dat is blijkbaar... Oké, 3 moet ik doen, by the way. Oh, 3. Oh, shit!
Waarom zag ik dat net niet? Er stond helemaal al een beeld volgens mij. Oh, ik heb een melding. Bitch. Oh, wat vind ik dat fijn als je gewoon even zo'n finishing move krijgt, weet je? Dit, exact. Gewoon zo en dan... Eventjes dood, gewoon. Eventjes worth nothing. Kom dan. Hit me. Oh, nope. Oh. Bye. Hey. Hello, let me push... Oh! Cutscene. Ik hou van cutscenes, het is echt geweldig. Dat is echt by far the amazing part. Oh! Damn, boy. Oh, hell yeah. Zeg maar dat ik een 101 fight krijg. Gewoon een 1-op-1 fight met deze big boy. En dat hij iets langer duurt dan normale fight. Oké, oh, je kan lokken. Clean. Ah, nope. Oh, kan je me ingedrukt houden? Ik heb spatie ingedrukt. Hey, ik had spatie ingedrukt! Oh, zo, kijk. There we go. Oh, dat is een cleanness. Combo, wombo, dombo. Woep. Oké, shift. Woep. Oké. Dit is clean. Nope. Je bent al bijna dood, gast. Je bent echt trash, gewoon. Hey. If I can try to do. Oh! Ik ga proberen. Gast, je hebt echt mij nog één keer gehit. Oh ja, één keertje, maar het was toch een glitch of een. I don't know. Oké, nu heb je me gehit. En nu heb je me nog een keer gehit. Fair enough. En nog een keer. Oh! Bitch. Fight me. Zoik. En je mag. En dead. No match for a Spartan. Kan ik loot? Nee, ik kan niet looten. Jammer. En een achievement unlocked. En we hebben nu battle gewonnen. Oh, wat leuk, jongens. Ik vind het echt een leuke game. Ik kan echt genieten van dit soort dingen. Oh, lekker die fights winnen. Lekker dat battelen en dan gewoon winnen. En dan niet doodgaan. En I like it, weet je. My jam. Oké. Oh. We are betrayed, my king. Oh jee, we zijn verraden. Xerxes knows of the path behind the mountain. Klopt, dat is serieus accurate history, zeg maar. Dat klopt serieus. Ze had echt zo'n pad achter de bergen. Waardoor ze altijd battles wonen en zo. Door ambushes. By dawn, he will be completely surrounded. Nah, we are Spartans. When are we not? Spartans. That why you have to spit? When Xerxes wipes your bloodline from the face. Damn! Clean. Clean. Hey. Clean. Was hell yeah. Leonardo is so dope, jongen. Leonardo, sorry. Spaghetti. Hell yeah. Tomorrow! Is a day the world will remember. Boy. Wat? Dit is clean. Dit voel ik. Ik voel dit gloeit helemaal in mijn nu, weet je. Helemaal aan het gloeien, weet je. Finally. Nu zijn we waarschijnlijk in tegenwoordige Assassin-tijd. Dat ze met. Of course. Dat vind ik altijd zo jammer in Assassin's Creed. Hier zijn we. Wow. En dan gaan ze in de ominous. En dan gaan ze terug de tijd in. 3. Book was almost right on top of ik hoop dat ze het niet zo overdreven lang houden nu. Dus ik ga helemaal niks knippen, by the way. Jullie mogen alles zien. Everything. Okay, let's start her up. Ja, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be just out of Victoria. Naar de tijd en dan gaan ze kijken hoe vroeger alles ging. In dit geval met de Sparta. I'll prep it for you. Sorry. There we go. Yeah, Abstergo, of course. Okay, so worth noting, I've made some changes since you've been here. There's no keeping up with the tech industry these days. I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization if you're up for it. Okay. Gemakkelijk, hell no, normaal. You sure, moeilijk, nachtmerrie, wat wel.
Voor spelers met een uitdaging willen ook experts zijn op het gebied van RPG, mechanism, het kiezen, verbeteren van je vaardigheden. Ik weet niet, ik twijfel tussen normaal of moeilijk. Vaardig en uitrusting verbeteren is belangrijk op het spel efficiënt. Weet je, we gaan moeilijk doen. We gaan... Hell yeah, we gaan lastig doen. Ik hou van RPG games, dus ze gaan ook lekker lastig doen. En we kunnen het altijd laag zetten als het naar een fout gaat. Oké. Dus hulpmodus, een meer traditionele ervaring, markeringen worden aangegeven, een nieuwe manier om te spelen, de gebruiker moet de wereld verkennen om doelwit te missen. Weet je, nee, hulpmodus. Nou, fucking, ik wil wel gewoon weten waar ik heen moet, niet 100 miljoen jaar moet kloten, zonder dat ik weet waar ik heen moet. Ik wil gewoon straight points hebben hier moeten. This beer, this story, it will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Okay. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. Dat was zijn Sparta eigenlijk legit een ding. Dat was fucking dope. Die tijd was sowieso echt dope. Ook al ging je al denk ik heel snel dood. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but I need you to trust me. Okay. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't, and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. Okay. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified two different individuals. Oh! You have to pick which strand of DNA to pursue. Okay. The choice is yours. Oh, natuurlijk doen ze het zo wat anders. Gaan alle feministen weer kraaien. Really, hebben weer alleen de boom gebruikt. Really, dat is niet leuk. Dus, maar alsnog, nee, fuck, ik ben een man klaar. Yo. Alright, boss. We're finally good to go. 431 BCE, here we come. BCE, here we come. Yeah. Good luck in there. No pressure or anything, but we're all depending on you. Ja, dat is geen pressure. Nee, no pressure. Niet om druk op je te zetten of zo, maar iedereen rekent op, ja. Sure. Dankjewel. Read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye, aye, Captain. Aye, aye, Captain. Oh, wat? Als mensen straf moeten worden, moeten ze... Oké, dat was snel. Ik kon het niet eens lezen. Wit scherm, zijn we terug in de Griekse tijd. Hell yeah. En de Egonti. Oh, wat dope. En de muziek. Oh, dat doet me een beetje denken aan Witcher, die muziek. Oh, dit is clean. Geef ons die Assassin's Creed typical overview. Oh, wat mooi. Hier, this butters my egg roll, jongens. Dit buttert echt mijn egg roll. Wat clean. Jongens, dit is leuk, want nu kunnen jullie met mij meekijken. Zonder dat jullie het spel zelf... Ah, dat fish... Ah, nevermind. Zonder dat jullie het spel lekker zelf hoeven te kopen, kunnen jullie alsnog genieten. Want ik ga hem uitspelen voor jullie. En boten. Ik heb gewoon gezien op de gameplay trailers dat je ook met boten kan spelen. Dus, jongens. Je kan ook met boten rijden. How about that? Beter kan het niet, toch? Sowieso is iets met het huis. Ik zie iemand zitten. Is it me? It is me! Oh, hij is het neuren, ja. Dit is 100% de character die ik ben. Kijk, volgens mij zag ik hem op van net hetzelfde plaatje. Hey! Oh. Shitface! Shitface. Get down here! Oh ja, is dat mijn creepy uncle of zo? I don't know. Cyclops got a message for you. Oh jee. Nou, wat heeft hij? Superhero landing! Tell your boss he can stick it. That's for last week! Oké, dit zijn dus blijkbaar geen friendly guys. Dit zijn echt evil guys. The Cyclops So act tough! Okay. Get a little closer and I will. You should know by now. The Cyclops Yeah, my guess we must block, huh? You have a lesson to learn. If the Cyclops wants to teach you, tell him to come here himself. Never mess with the Cyclops! Yeah, I block! There we go. Fucking asses. Last week. This shit happens every week. Every week, ja, nou, dat geloof ik al. Dat zijn trash. I can't keep doing this. Mag jij wat anders doen? Hey, de typical Assassin's Creed Eagle. Nah.
Thanks for the warning. Ah, hij is wel een assassin zonder dat hij het weet, denk ik. Dat is meestal met die games. Oh jee, pas op, er liggen lijken. Nee, je bent te jong. What happened to you? I don't know. It's punched. Nothing, Phoebe. Punched in the nose. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Ja. Hasn't he learned his lesson yet? Nee. Apparently not. Of course. Help yourself. Mag, ik heb ook trek, man. Ik ga ook even eten. Oh! You hungry too, Icarus? Zij heeft een naam zelfs. Damn, ik zou ook zo graag zo'n vogel willen. Weet je hoe cool dat is? Kijk hoe groot die message is, die vogel. Maybe you could ask him for me. Een Zeus. Oh, of ik kan vragen of ze ook aan Zeus. Zeus is een god. Kan ik met God praten? Weet je? Ik zal het voor je vragen. Ik ga zo mijn best doen. I'll try to put in a good word for you. Speciaal voor jou. Finally. So... Leuk dat je zelf kan kiezen, vind ik. Dat je wat je mag zeggen. Dat je gewoon zelf met je eigen story kan creëren. What does that weasel want now? Don't know. Dat vind ik dope. He wants you to meet him at his new house. Okay. On his vineyard. In his vineyard. What? A vineyard? Een lekkere wijngaard. Lekker wijn maken. Wijnveld is gaan. Hoe lang heeft Marcus al een wijngaard en waar, weet je? Ah, oké, ik ga hem zoeken. Sure. I guess I owe Marcos a little visit. Nou, we moeten naar Marcos. Thank you, Phoebe. Marcos. Wil je serieus geld? Gast, je hebt fruit gekregen en ik ga met Zeus praten voor je. Hier. Fuck I'll you. Go tell Marcos you're coming. Oh ja. Leuk man. Ja, ze is wel aardig. Oh, ze staan op. Genoeg gehad, jongens. Gaat het? Oh, kijk hem disrespectful. Kijk eens, zo. Het is respectvol. Keuzes. De keuzes die je maakt hebben zowel zichtbare als niet zichtbare gevolgen, Sjern. Overweeg je mogelijkheden goed, want sommige keuzes beïnvloeden het verhaal en zijn permanent. Kijk, dat vind ik leuk. Wegwezen hier of sterf. You made a mistake coming here. You made a mistake. Oh. Dat is clean. Maar clean enough. Hop. Goodbye. Wow, mijn muis staat wel erg snel. Ik moet naar boven om te get rest. Oké. Okay. Zeg maar dat ik al een beetje kan klimmen. Gewoon als een assassin. Yes! Of course. Of course. Plunderen. Het is mijn eigen ding. Wat is het plunderen? Het is mijn eigen ding. Of, woon ik hier niet eens? Ben ik hier gewoon aan het chillen ofzo? Is that it? Oké. Okay. Oh! Oh, dit vind ik leuk. Wat hebben we hier? Gebroken boog. Die moeten we maken. Kijk, clean. Clean. Kijk, ik vind het leuk. Ik wil dopere kleding, maar ik vind het ook prima nu al. Even iets zo, there we go. Oké, we gaan heel even snel even kijken wat ik. Misschien heb ik een beetje FPS lag, heb ik al niet gekeken. Dus even snel knippie. Oké, daar zijn we weer. En wij moeten helemaal daarheen. Is dat een hele... Want je kan hem dragen, maar ik hoef je niet te dragen. Ik heb niks aan jou. En je rennen er gewoon lekker heen. Weet je hoe clean die map is? Wacht, ik zeg maar dat ik het kan pakken. Oh, sad spaghetti. Oké, okay, maar waarschijnlijk 300 meter valt op zich 1 kilometer. Dus ik gewoon kloten. Ah, oh, jammer. Dat was echt... Dat zou amazing zijn geweest. Als ik die had. Dat zou by far amazing zijn geweest. Oké, okay, ik vind het heel clean. Gewoon dat Romeinse gevoeltje, dat met, ah, oh, dat ouderwetse, dat medieval. Ik vind het zo leuk, jongen. Ik ga zoveel games spelen die gewoon voor jullie. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden, anders word ik echt verdrietig. Dan ga ik echt een filmpje maken dat ik huil, als jullie het leuk vinden. Yes, this is the vineyard. Straight ahead. Straight ahead, Fred. Wijngaard van Mark. En als jullie denken trouwens, by the way, van, hey, weet je, eindelijk een keer gewoon... Want volgens mij zijn er niet zoveel Nederlandse YouTubers die Icarus roepen. 2 seconden. Oh. En beweeg Icarus weer de camera om de gouden cirkel kleiner te maken. Oké, dus kijk, hij wordt kleiner. And there you are. Let's see what you've gotten yourself into. Oké, dat vind ik leuk. Oké. Nou, wat heb je jezelf nu weer gedaan, Marcos? Maar in ieder geval, als jullie eindelijk denken van fuck you.
Als jullie eindelijk een keer denken van... Oh, ik heb iemand zijn geit kapot gemaakt. Oh, geit, versgeit. Ezel, sorry. Maar als je denkt van, hey, weet je eindelijk een keer de YouTuber die lekker veel gameplay video's gaat uploaden. Abonneer dan eventjes. Vertel je vrienden, weet je. Weet ik veel wat je doet. Het is allemaal heel leuk. En ik moet hier naar boven. Oh, hoi, klimmen, want dat is wat essentieels doen. Boss, I keep telling you, you is dat Marcos? Oh nee, dat is boer. Why? It's dat is my Marcos. Farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together Marcos we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Hey. Alexios, thank the gods. Phoebe found you in time. About grapes? I can still hear you. I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's besides the point. You bought a vineyard, Marcos? Ja, lekker toch? Lekker wijn maken. Why not? I like wine, ja, you like wine, everybody likes wine. Why not? Everybody buys wine. Why not from me? Hij wil gewoon money, hè? Je munies. Je weet niet hoe je wijn moet maken, het gaat je niet lukken. Weet je, je weet niet because hoe je wijn moet maken. Because you don't know how to grow grapes or make wine. I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. Ja, je kan rijmen. Oh. It's that simple, is it? Leuk, you know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. Oh, hij praat in derde persoon. Dan weet je al precies wat voor then iemand you have het the is. Money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no, not at the moment. Dude, dit is echt zo typical, dude. Instantly, get me the money. My friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. Bruh. You want me? Ik wil net zeggen, wil je letterlijk dat it's ik zelf mijn eigen schulden ga halen? My friend. Who's the merchant? Doris. You know Doris. He's very nice. Je geeft Doris geen geld meer. Je bent aardig tegen Doris. I don't know. Geef het gewoon. Geef het geld aan mij, niet aan hem. How stupid can you get? Stop giving him money. Ja, he always mijn pays geld. Me back. After I threaten him. Exactly. Everybody benefits. Doris gets his money. Ja. I get my interest. Ja. And you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? Aha. No. Ik wil mijn drachmen. Ja, drachmen. Wat is drachmen? It better have my money, Marcos. Oh, drachmen is zijn currency, dit soort geld. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. Nog iets. After. Fine. After. But I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But sure. Think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. Dat vind ik echt amazing. Hij pakt hem nu terug op een beetje op zijn manier. Oh, ik moet grappen. Ik wil gepaard kiezen. Misschien het paard links, misschien het paard in het midden, misschien het paard rechts. Wat is tell met paard me links? About this one. Ah, tell me about Skyros, you have an eye for sturdy stock, my friend. Sterke that dieren. Horse can cling to mountain passes like a goat. Oké, okay, dat is een sterk paard. Dus, wat is de middelste? The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia. Bred for its courage. Oh, dat is wel fijn. Ik hoop dat, stel bijvoorbeeld je wordt getagd of zo, denk ik. Dat je dan niet snel, dat hij bang is. Dat zou op zich wel chill zijn. I like the look of the one on the right. Ah, the Macedonian. These are bred for battle. A true warrior's horse. I've made my choice. Ja, aan de rechter kiezen. Which one will it be? My boy aan de rechterkant. On the right. The better horse. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. I don't care. Hey, bro, this is the one I want. And there are we you go. Sure? Because I'm sure, Marcos. Fuck off, Marcos. Everybody benefits. Especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me Phobos. Down. Phobos. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Duris. Ah, Efter. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe has been taken. Oh, yay. By who? Phoebe was the clan king, right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimena Beach.
The beach? Can she swim? I'll get her. Yes. Hell yeah. But don't forget about dear Duris, Alexios. Besturen. Oké, we gaan. We hebben een paard. Vovos. Ja, wat gaan we doen? We gaan naar het strand om Phoebe te redden, sure. Experimenten. Nice. Clean. Clean. Oké, daar gaan we. Nee, hier kan je ook een mission, een spagon in doen. En een cave. Dope. Dope. Oké, daar gaan we. Oh, dat is water. Dat doen we maar niet. Gaat het? Dat doen we niet. Oh. Ja! Nice. Sorry. Oké. There they are. I'll sneak up on him, Alakis. Zo, weer bijna. Stond ik nou trouwens op mijn paard? Daar leek het op. Oh shit. Oh! Oké, dat is heel cool. Oké. Hij is sneak up, dus dan gaan we zonder paard als ik moet sneaken. Oh, krijgen we nu de eerste assassin missie? Of als in sneaken? She'll make good ransom drachmi for the Cyclops. No one's gonna buy me from you. They're all poor. Is een Marcus kind of zo? Keep quiet, Phoebe. Oké. Okay. Oh, hey! Opmerken als vijanden in een verboden gebied zien gaan ze rond onderzoek uit. Uiteraard. Hurken, sluit. Okay. Oh, oh. Ik mag niet lopen. Oh, dit is een tutorial. Probably. Sluipborden gebruik F. Okay, sure. Haha! Step, step. Oké, okay, I get it. Hey. Plunderen. Gevechtstolk, is die sterker? Gaan ik wel gelijk kijken, of course. Nee, maar deze krijgt schade en deze ook. Het is echt exact dezelfde dolk. Sure, I guess. Hallo. Ik stond te fluiten. Who did that? Nice, clean. Kom maar. Kom, 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 kom. Step! Goodbye. Oké. Okay. We hebben nog geen boog, hè? Right? Nee. Jammer. Oké. Okay. Nou, dan gaan we jou even. Hup! Goodbye. Kunnen we jou looten? Loot, loot. Ah. Oh. Ik zag hier nog geen. Yeah! Goodbye. Oh, dat was echt een lame ass step. Plunderen. Dat was lame. Hoe ik die klilt. Hé, hey, we gaan eens looten. Dankjewel. Wat hebben we? Oh, een puntige bijl. Ja, niveau 2 vereist. Maar die ziet er cool uit. Ik wou van die heavy shit, weet je. Kom op. Die vrienden, wees geen little bitch. Ja, vecht voor jezelf next time. Are you alright? It wasn't so bad. Last time they put a cloth in my mouth so I'd stop biting. Moet je ook niet bijten. Phoebe, just be careful. Ja. Yeah. You're alone now since... Since my parents died? Oh, dus je bent geen dinges van Marcos. Ik dacht dat je dus dochter was van Marcos. We're your family, right? Are you, though? Broer? Zus? Iets? Wat ben je van elkaar? You'll have to be stronger than that. Oh, dit is cool. Don't give in! Let him have it! Ben ik een kleine kind? Ik denk het wel, to be honest. Got you. Huh? Oh god, dat is goed. Hoe de fuck je onderuit? Oh, wat een happy family. Again, up. Ah, die vader traint hem, dat is dope. Ja, jonge Alexios. Spartan rises as soon as they have fallen. Oh, hij is een Spartan. Oh. Ready your stuff. Ah, oh, kleine babytje krijt. Helemaal ingepakt. Heeft hij het niet warm? Jullie hebben allemaal amper kleding aan. Het baby zit helemaal ingepakt. A soldier grounds themselves. Goed. Okay. Ik vind het dope. Dope training van je vader. Leuk. Approach me. Oké. Okay. That's enough, Nikolaus. The sun's going down. Ah, ja. Time to eat, don't you think? Ah, ik vind het leuk, man. What do I like it. Tonight we are having baby Cassandra. And what a feast she will be. No, not her. Take me instead. I'm tasty. Yes, yes. You're all sweet as honey. Now, come inside. Ah, leuk. The lamb's turning. What a happy family, hey, jongens. Lay her in bed. Yes, the baby opeten vanavond. Alexios. Oh ja, even een vader, zo'n moment. En baby. Vader, zoon en baby moment. You. Are my greatest pride. Dope. Nicholas. Is dat die guy van 300?
Nee, dat is Leonidas. You will bring this family. Wie is Nikolaus dan? To glory. Hij heeft een heel bekend gezicht. Dus dat is ook dope. Hij lijkt op die guy van de film 300. Hij lijkt op Leonidas. Is het hem dan? I don't know. Kom met me maar als je het weet. Ja, het was hem wel dus. Hij was de kleine, right. Kleine joch. You worry too much. You worry too you much. You don't worry enough. We'll be alright if we watch out for each like, other. Everything will be fine, me. You know. The thug said you should watch your back. What'd they say? They said the Cyclops put a big bounty on you. Talos the Cyclops wants you dead. Talos, the mercenary. Oh, am I is ever niet, not in trouble? Een guy? Better get him before Cyclops? He gets you. Ja, I hear he's really pak hem mean. Aan. Stab him. Kill him. Easy. I'll find my way back to town. Here. Bye bye. Have fun. Safe home. Talos the Stone Fist? Wie is that's Talos just what the need Stone today. Fist? I don't know. Another broken nose. I'm going to have to take care of that. Oh! Bounty hunters, premierjagers. Dat is Talos zijn vijanden, huurlingen. Oké, okay, opzagen, hoofd hebben staan. Oké, okay, dus je hebt gewoon bounty hunters. Sure. Huurlingen, dat zijn gewoon bounty hunters. Dus mensen die achter je aangaan omdat je een contract op je hebt staan dat je dood moet. Oké. Okay. Sure, hij is wel mokerhoog, dus jou kunnen we nog niet pakken. Jawel, je ziet er wel echt extreem Romeins uit, gast. Oh, jou willen we. Hell ja, ik wil dit. Weet je hoe cool dit eruit ziet? Dat je dan gewoon zo, en dan zo, en dan... Ach, oh, net. Maar je bent veel te hoog, man. Ik heb pas level 1, moet je zien. Level 1. Oké, okay, weet je wat we doen? Opslaan. Oké, okay, kan niet. Sad. Sad. Oké. Okay. Een gevecht met Talos. Nou, weet je, we gaan jou nog niet fighten, want jij bent echt veel te hoog. Oh, shit. Besturen. Verder, als je bijvoorbeeld rijdt, zet ingedrukt om wegen te volgen. Oh! Oh, shit! Nu hoef ik helemaal zelf niet te rijden. Kan ik ook sprinten dan? Oh, dit is clean. Gaat hij dan ook naar mijn missie toe? Ja, hell yeah. We gaan ervoor. Yeet, yeet en skiet. We gaan ervoor, boys. Ik vind het erg clean. Nee, hier moeten we niet heen. Ho, ho, ho. Hier moeten we heen. Wat is dit? Je zou Duris kunnen. Oké. Okay. Duris doden is altijd een optie. Aansporen zijn schuld om daardoor zijn koopwaard te vernielen. Oké. Okay. En doden is altijd een Sammy, optie. Duris will be at the shop. Hold up, dat is echt best weird. Ik kan ook gewoon vragen voor mijn geld. Nou, mag ik mijn geld? Aan de kant. Wat dan? Oké, hello. It is I. Jij bent Duris. Hello, Duris. Yep, dat is Duris. Business looks good. Tell Marcos to come down here himself. If he wants his money. It's my money. But I'm here now. Look, I was a little late paying. Now Marcos says I owe him double because of interest. I don't have it to spare. Je hoeft ook geen dubbel te betalen. Hier, double? Nee. That's robbery. Hey, geef me gewoon mijn money. That's what I told Marcos. You know him. He's extreme. If you pay him, this will all be over with. Sure. You tell Marcos I've paid enough already. I won't bow to a mercenary or to someone foolish enough to borrow money from the Cyclops. It is my Cyclops. Hello. That's how he bought his vineyard? Look, oh, yeah. I know you'd be dead without Marcos. What with him taking you off the street as a kid. But you know what he's doing is crazy. Oh, Marcos heeft mij dus als kind van de straat afgepikt. Maar dan zou er iets met mijn ouders moeten gebeurd zijn. Ik ga niet weg. Malaka. Nee. Still, that doesn't change the drachma you owe. Face it. Geef me maar gewoon money. If Cyclops gets hold of you, you'll both be dead. Nee. Hallo, mag ik niet meer geld? Alright, alright. I'll pay you, just stop. Yeah. Of course, dat bedoelde ze dus met zijn shit breken. Uiteraard. Pleasure money. Doing business with you, Doris. Keep my name off your lips. I don't want the Cyclops coming after me for the debt you can't pay. A debt I can't pay. What about I just killed him? Ga terug naar Marcos, weet je? We gaan
Marcos is hier. We gaan letterlijk. Ik kan zeggen, we gaan straks terug naar Marcos. Gast, Marcos! Waarom heb je zelf het geld niet gehaald? Hij is letterlijk om de hoek hier ook. Jij bent hier? Hier, kijk, daar heb je hem. You're running out of time until the Cyclops comes for you, Malaka. He wants his money. Die guy is zo groot. Could I have an extension? When he sails back to Kefalonia, he'll come and break you as soon as he docks, if you don't get it. Now, let's be civil. You can't hide behind your glories, Mistios forever, Marcos. He'll kill you, the mercenary, and that little runt girl that hangs around. Of course, okay. Not a problem. I'll get the drachmi. Good. Sure. Or I'll come and watch the Cyclops feed you to his goats. Wow, that's dark. Alexios, I can tell from the smile on your face, Duris has paid you your drachmi. Who's smiling? I just heard where you got the drachmi for the vineyard. Are you out of your fucking mind? We can get the money back, can't we? I'm sure it's possible. Yeah. Of nee. Dat kan niet. You made an idiotic promise, Marcos. One we can't keep. I thought you were invincible. Maybe I am, but you're not. Oh, bitch. I long for the old days. Remember them? They were simple. You had nothing, young and alone, and I had everything. And I gave you the world, Kefalonia, in the palm of your hand. Kefalonia, such. Alexia! Oh. Cassandra! Alexios, Cassandra. Waar ben ik? Oh jee. Waar zijn we? Run, boy! Oh, de ego is erbij. Hij is moe, man. Waar ren je heen? Wat zijn we aan het doen? Oh, een boot. Een boot. Hey, boot. Waar ga je heen? Dit doet me denken aan The Witcher, man. I don't know why. Oh jee. Het gaat niet goed, bijna. Ain't gonna end well. Gaat hij dood? Is he gonna die? Of course, je bent gestrand, zoals elke andere fucking film of game. Oh. Wie is dat? Hey, is dat Marcos? Don't see fishes yeah. Like you every day, hè? Ja, dat is Marcos. Ha. You hungry? Ah, oh, oké. Okay. Oh, never mind. Ik was zeggen, hier is Marcos aan. We make a deal. I do something for you. You do a few things for me. Everybody wins. Best offer you're gonna get. Catchphrase. Everybody wins. Think about it. Of everybody benefits. Wait. Kijk. En dat is hoe wij Marcos hebben ontmoet. Valonia. Some gift. You were nothing without Marcos. And look how far we've come. From an orphan on the streets to a Mistios with a hovel. Another Cyclops will take everything away. Yeah. I can't protect you from him forever. He'll kill me too. Oh, shit. Oh, don't be scared of him. And look at you. Yeah, look at you. How could I go up against him? I need that wood, Marcos. These new bows will be the talk of the island. I can't make anything with those bandit Malakas stopping the wood shipments. Of course you can't. Why, I was just filling my friend Alexios in on the details. He already has a plan to deal with these bandits. Do we? Hebben we dat? You know me. You know me. He's prepared. What did I tell you? He will leave no stone unturned. I don't care who does it, but someone better got those bandits today. A sure. Wonderful idea. I, for one, need to rush home. Alexios, plotseling naar huis. Put up a plan for our Cyclops dilemma. See me when you have time. If you want your wood, you'll have to fix my broken bow first. Okay. I usually only pay when the deed is done, but shit's moving at a snail's pace. Follow me. These bows will make me rich as Chrysos.
They're that good, are they? So a Drake van de boos. Sure thing. Nou, geef me dan eens zo'n massive, cool-ass bow. Everybody benefits, I guess. Who are you? Marcos? Ik ga het zeggen, wat ben je in één keer Marcos aan het napraten? You'd make a fortune in this world. Kijk, daar gaan we, zo lopen. Plus, is het mijn paard? Nee, zo. That was a long time ago. I'm a Kefalonian. Nou, maak mijn boog. Hij is broken. Give it to me. There you go, good as new. That bow is as strong as Heracles himself. Give it a try. Ik dacht wel dat we echt een paar keer gebruiken en dan een keer een nieuwe boog vinden. Arrow at those dummies. Jij bent een dummy, bitch. Oh, ik snap hem. Zolang je hem inhoudt, hoe meer de damage gaat zijn. Kijk. Erop. Meer. Oh, nevermind. Kijk. Laat maar. Ik dacht dat ik het begreep, maar ik niet. Wow. Praten. Fair is fair. Are you going to get my wood? Ja. Those fucking bandits need a thrashing. Sure. Ja, sure. Ik zou de bandieten tegenhouden. Fair is prima. Fair. I'll fix your wood problem. Finally. Marco sure is lucky he's got you as his scapegoat. Hallo? I'll take care of the bandits. Sure. Make sure that you do. And be quick about it. Bitch! Hold met klagen. Ja, hier. Shut your up. Your moaning won't get the job done any faster. I'll kill the bandits and get your fucking wood back. There you go. I know you will. Take your time finding them. I trust you. Hey, right. There you go. I did something for you. Now you do something for me. Get my wood. Whoa, it's a level 2! And... Het andere... Wat? Hallo? Hallo? Oh, kijk, we hebben een ander wapen. Ik zag gelijk wat ik iets wilde doen. Maar goed, we gaan even kijken. Want volgens mij heb je, als ik het goed heb... Je hebt abilities. Ja. Dan kunnen wij iets unlocken. We can. Misschien 3 pijlen tegelijk. Kijk, jongens, dit zijn dus gewoon je abilities. Dus basically elke game heeft hetzelfde zo. En dan kan je gewoon telkens nieuwe dingen unlocken. Dat je beter... Wat? Hallo? Oké, dat is echt amazing. Oh! Hell yeah. Ik ga gelijk een beetje goed voor de bow zijn. Het is gewoon dat ik... Huh? Oh, het is echt een vaardigheid. Sure. Dus, kijk, we gaan het... Misschien kan ik een voorbeeld doen. Kan dat? Succeed. Ja. Oh, kijk. Zo werkt dat. Ah, oh, hij valt naar beneden. Ah, oké. Okay. Clean. Clean, ik snap hem. Oké, dat is mijn ability die ik gekocht is, hè. Maar in ieder geval, jongens, het was leuk. Dit was episode 1. We hebben nog steeds die bounty guy die we moeten doen. We moeten voor Marcos moeten we nu... wat is de volgende missie ook weer voor Marcos? Oh, sorry. Hierheen. Missies. Oog omhoog, is zijn schulden betalen. Marcos heeft weer een plannetje. Oh ja, ik moest naar hem toekomen naar zijn huis, omdat hij een plannetje heeft uitgevonden. Ik moet die Talos guy moet ik defeaten. Maar hij is nog 3 niveaus hoger dan ik, dus dat wordt hem nog niet. En ik moet bandits moet ik even opsporen. Dus ik denk dat ik die als volgende is gedaan, omdat die vrouw toch maar boven gefixt heeft. Dus gaan we even die bandits voor de killer. Misschien krijgen we er nog wat leuke loot uit, de money uit. In ieder geval, maar dat doen we gaan de volgende episode doen. Dus dankjewel voor het kijken. De eerste video. Vonden jullie nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Denken jullie van Max, fuck af met deze shit. We willen andere content. Dan ga ik huilen en dan weet ik het ook niet meer. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. De episode komt binnenkort gewoon online. De volgende. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye!